Ja, zo broeierig als het erboven is, is het ook binnen de stadionmuren. Het stormt weer eens in het kantoor zoals dat alleen bij NAC kan. Met de directeur als kop van jut deze keer. Toch kwam er ineens steun van het personeel. Een oproep. Laat Stefaan Eskes alsjeblieft zitten. Ik was er aangenaam door verrast vanochtend toen ik het zag. En ik had natuurlijk nooit gebeld wanneer ik al, omdat toevallig een aantal mensen aan de buitenwacht vinden dat je niet een goede persoon bent. Dat moeten de mensen maar beslissen die er weet van hebben en die kennis van zaak hebben. Kritiek dat de brief vooral ondertekend is door mensen die nu bang zijn om hun baan kwijt te raken, wordt door het personeel eenvoudig gepareerd. Ja, maar in die situatie zitten we al 2,5 jaar. Nee, de brief is er vooral omdat ook zij het beu zijn. De dagelijkse werkzaamheden lijden eronder. Daar hebben we last van. Supporters twijfelen of ze al wedstrijden gaan bezoeken. Sponsors twijfelen wel of ze contracten afsluiten. En we merken gewoon dat het, dat het slecht voor de club is. De steunbetuiging aan Stefaan Eskes is gezien zijn vele tegenstanders binnen de club opmerkelijk. Het komt de directeur in zijn overlevingstocht dan ook goed uit. Toch wil het personeel van NAC vooral een ander signaal afgeven. Rust en continuïteit vinden zij op dit moment belangrijker dan wie er in de stoel van de directeur zit. Ja, wij als personeel zijn van mening dat NAC gebaat is bij rust. Een steunbetuiging is fideel. Het is wel een steunbetuiging aan de directeur die er niet in slaagt om sponsoren aan zich te binden. Ik werk nu 16 jaar hier. Ik heb ondertussen 7 directeuren meegemaakt. Het wijzigen van een directeur geeft geen rust. En het verandert niets aan de situatie van financiën en de achterban. Dus wij hopen dat het effect heeft, maar niks doen is geen optie. Thank you.